Prachtig. We kunnen niets op de grond doen, oké. Okay. Oh nee, zeg me niet. Oh my god, het is aan het overpikken. Yo, mensen van Dodo. Welkom bij weer een nieuwe video, namelijk bij een build battle. Dat heb ik al een tijdje niet gedaan. De vorige keer had ik een legendary ding gewonnen. Oh, wat gaan we doen? Kaas, cupcake, jungle, boksen of een torch? Moeilijk. Jungle. Op zich kan ik jungle wel redelijk. Ik doe wel jungle. Oh, shit. Oké, we hebben torch. Wat ik wilde vertellen is dat ik het vorige keer had gedaan. Toen had ik een legendary torch. What the smoke? Oké, nou, we gaan het gewoon proberen. Vorige keer had ik een legendary. Hopelijk kan ik het deze keer ook weer doen. Heb je nou zin in deze video? Knal even dat duimpje omhoog. Ik weet dat achter mij donker is. Dat is omdat de volgende video gaat er gewoon een green screen hier staan. What? Super tof. Ik ben heel excited voor die green screen. Want hij gaat echt mokervet worden. Oké, een torch. Nou ja, gaan we gewoon heel simpel. Denk het. Misschien dat we gewoon nog even wat extra diepte of zo erin proberen te doen. Gewoon de onderkant bijvoorbeeld zo. Tak, 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 tak. En dan hierboven. Zo. En dan gaan we misschien met glas of zo werken. Dat zou kunnen. Dat ik zeg maar glas. Ja, dan doe ik gewoon yellow glas. Dan doe ik een beetje red glas. Nou, dat is het voornamelijk. Flint en steel. Kan ik hier gewoon shit op aansteken? Wat ik kan. Dat moet ik eigenlijk dus hebben. Zo. Dat die echt in de fik staat. Misschien kan ik deze hier wel aanzetten. Ziet er wat meer uit als een echte torch of zo. Ik heb eigenlijk geen idee. De buitenkant is altijd gelig. Op zich. Oh my god. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Wouter, ga alsjeblieft niet improviseren. Oké, nee, dit werkt niet. Dit werkt niet. Oké, nou, we hebben hier... Is dit een torch? Oké, beter dat ik hem nog even wat langer maak. Dit is echt crap. Zo, maak gewoon een mooie torch. Hupsakee, zet alles lekker mooi aan. Dit is echt het lelijkste wat ik ooit heb gemaakt. In ieder geval, ik krijg dus... Of tenminste, ik krijg een redelijk mooi greenscreen. Ik moest even kijken naar mijn cam. En ik ben er best wel excited voor. En ik heb echt geen idee waar ik over praat. Want ondertussen snap ik mijn god niet wat ik aan het doen ben met die torch. Maar het zal vast wel mooi zijn. Wat moet ik hier nog bij doen? We moeten het sowieso nacht maken. Laten we eerst die dingen doen. Want dat moeten we onthouden. Waar is nacht? Plot time. Night. Is dat night? Nee, dat is geen night. Plot time. 6 a.m. Dat is in de ochtend, toch? What the heck? Oké, nou prima. De ondergrond maken wij van... Jeetje. Oh, wat is dit lelijk zeg. Godmondeju. De ondergrond maken wij... Ik ben gewoon helemaal van mijn apropos over hoe moker slecht dit is. We pakken wel wat potsel. En dan doen we die erop. Dit is zo slecht. Ik hoop alleen niet dat ik laatste ben. Ik ben hierdoor wel heel benieuwd geworden wat andere mensen gedaan hebben. Maken we even wat jungle dingen of zo, weet ik veel. Doe een bone meal erbij, ja hoor. Doe maar gewoon. Kijk, dan hebben we in ieder geval iets van aankleding. Als dat hier überhaupt kan groeien. Oké, het kan in ieder geval groeien. Kijk, doen we gewoon wat aankleding. Aankleding is altijd goed. Doet ontzettend goed bij de vrouwtjes. Zo. Hupsakee, ja hoor, mooi. Zo, dan doen we die. Oh, B-E-A, beautiful. Zo, en doen we hier nog een. Prachtig. We kunnen niets op de grond doen, oké. Oh nee, zeg me niet. Oh my god, het is aan het overvikken. Dat is niet handig. Dit is de torch. En iedereen, allemaal villagers staan omheen, want het is de heilige torch. Oh my god, that's genius. Hoe zet ik villagers? Villager? Oké, ik kan villagers.
Oké, look at me, look at me. Look at me. Look at me. Oké, is dat al goed? Ja. Oké, dit is nog best leuk geworden eigenlijk. Een soort van cult. De Anonymous hebben gemaakt. Aight. Nice. Dit is nog best cool geworden. Dit is cooler geworden dan ik dacht. Ik dacht, dit is echt helemaal niets. Nee, het is ook niet heel veel, maar het is iets. Kijk, het is beter dan dit. Oh, ik had particles moeten doen. Ik wist niet meer dat het kon. Weet je, het is oké. Okay. It's okay, I guess. Lol, is dit een soort van jump parcours? Zo random wat mensen maken. Wat heeft hij? Oh, hij heeft een toortje in zijn handen. Nou, deze is op zich wel redelijk goed. Is niet heel speciaal, maar is redelijk goed. Dan, what the? Oké, dit is wel echt poep. Wat de heck was hij aan het maken? Oké, ik snap hem niet eens. Dat is de torch of zo? Hey. Check. Zo cool, jongens. Zo cool. Yo, waarom heb je rood? Dit is fucking amazing. Vergelijk het nou even met dit. Kom op, zeg. Dat was voor mij was gewoon super nice. Maar deze is op zich ook nog wel leuk. Deze is wel good. Maar ik denk dat mensen bij mij het niet meteen goed zagen door de bomen. En dat ze een beetje van de apropos waren. Ja. Ja, jongens, het is een vierkantje. Het was ook wel een moeilijke opdracht. Deze is op zich wel redelijk oké, denk ik. Ja, het klopt niet helemaal. Ik vind dat die voor mij het beste was. Nog steeds. Deze was schattig. Deze is wel schattig. Die krijgt gewoon een kleur. Puur omdat hij gewoon schattig is. Oh, lava? What the heck? Ja. Ja. Nou ja, het is een torch. Ja hoor, iemand met epic, you for real. Deze dude heeft gewonnen. Ik ben 9e. Meen je dit? Meen je dit? Ik dacht oprecht dat ik zou winnen. Dat meen ik echt serieus. Wauw. Oké, nou, wij gaan er gewoon nog één doen. Let's freaking go. Hopelijk gaat deze keer wat beter. We kunnen kiezen tussen tafel, goggles, solar system, submarine of koffie. Wat een rare dingen. Nou, we kunnen best voor koffie gaan. Koffie, wat ga ik dan maken met koffie? Ik denk een kopje. Ik denk dat het... Nou ja, dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende. Maar het is ook hetgene wat denk ik het best werkt. Maak gewoon een kopje koffie. En hoe maken we dan bruin spul erin? Nou, dat zien we vanzelf wel. Oké, we gaan eerst een schoteltje maken. Schoteltje, zo, zo. Hier moeten we niet te veel tijd op gaan verdoen. Want die mensen die geven toch niets om kunst, zoals je kon zien. Die snappen het gewoon niet. Klopt dit? Is dit een schoteltje? Ergens ben ik de fout ingegaan. Zo. Nu is het een redelijk schoteltje. Misschien nog even 3 lang maken. Ja. Zo. Ja. Perfect. Ja, dit is wel een schoteltje. Oké. Cool, cool, cool. Dan gaan we hier een kopje opzetten. En dat kopje, dat heeft natuurlijk een onderkant. Hoe ga ik dit doen? Ik doe hem eerst 1 omhoog. Dat is denk ik wat makkelijker. Dan ga ik later wat steeltje erop maken. Zo. Dit is moeilijk. Dit is moeilijk. Oké, misschien moet ik hem 1 hoger maken. Ik maak hem even 1 hoger. Oh jongens, wat vind ik dit moeilijk. Ik vind dit altijd zo moeilijk. Ik heb ook geen idee waar ik heen naar aan het bouwen ben. Oh, dat is zo frustrerend. Dat je gewoon echt geen idee hebt wat je moet doen überhaupt. Wat ben ik hier überhaupt aan het doen? Ja, goede vraag, Wouter. Die stelden wij ons namelijk ook al. Want we hebben echt geen idee wat je aan het bouwen bent.
Nou, ik geef jullie helemaal gelijk, jongens. Want ik heb eerlijk gezegd zelf ook niet echt een idee. Al komt hier een redelijk kopje uit. Dus wat ik dan doe is zo. Zo, denk ik. Zo. Zo. God. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Dit ziet er vast helemaal fantastisch uit. Volgens mij lachen jullie echt helemaal stuk over wat hier zich allemaal afspeelt. Jeetje mineetje. Oké. Nou, we moeten sowieso een onderlaagje erin gaan maken. Zo. Deze moet nog iets dieper. Maar op zich... Ja. En dan hier de onderste. Hey. Er begint iets uit te komen. Aight. Oké. Het is... Het is interessant. Dat sowieso. Oké, we moeten gewoon... Hoe kunnen we dit een beetje logisch uit laten zien? En ook nog een beetje normaal afgewerkt. Oké, het is een vierkant. Deal with it, het is Minecraft. Oh, dit gaat echt helemaal fout. Zo. Ja. Hey. Het is nog best oké. Alright. Nou, dit is het kopje. Die gaat hier nog wel even omhoog, denk ik. Nou, YOLO. Dat gaan we gewoon niet doen. Oké, water doen we onderin. Want we hebben niets anders, denk ik. En daarover gaat dan brown. Hebben we brown stained glass? Ja, dat hebben we. Om het soort van koffie te maken. Werkt die logica überhaupt zo? Waarschijnlijk niet echt. Als ik kijk naar het eindresultaat. Hey, maar er zit in ieder geval een mooi hendeltje aan. Oké. Particles. Goed dat jullie het zeggen, jongens. Cloud. Cloud? Oh, shit. Ik heb het kapot gemaakt. Hoe doe ik clouds? Oké, clouds. Bam! Uit. We hebben iets gemaakt. Oh my god, het is zo lastig, hè? Ah, shit, ik had gewoon veel makkelijker moeten doen. Oh my god, ja, dit is goed. Dit is goed, ik doe gewoon veel te moeilijk. What the heck? Wat is dit? Huh? Oh my god, deze is ook al zo goed. Oh nee, ik heb veel te moeilijk gedaan. Waarom moet ik ook van die rare figuren erin maken? Ja, ik vind... Hey, hij heeft een epic. Oh nee, hij heeft rood. Nee. Oké, dat belooft niet heel veel goeds. Wat staat hier? Free ice cream. Wat heeft free ice cream ermee te maken? Koffie! Ja. Ja, jullie zijn veel slimmer dan ik. Shizzle. For shizzle. This coffee tastes like dirt. What do you expect? It was the ground this morning. Haha. Kijk, hij krijgt een good voor het grapje. Hey, dit is wel fancy koffie. Sprinkelt gewoon allemaal dingen vanaf. Mooi hoor. Wow, dit is een... beetje hete koffie, maar ik vind hem wel leuk. Alright. Wat is dit? Oh my god, nog eens zulke hete koffie. Ik weet niet wat die ervaring van die mensen was met koffie, maar dat ziet er best wel niet oké uit. Spinnenwebben koffie. Yum. En wat? Het is op een tafel. Hij heeft wel nog een heel persoon. Maar kijk, dat doen heel veel mensen. Die kunnen gewoon alleen een persoon maken. Die maken het erbij. En dan denk je van, oh my god.
Nu klopt het helemaal. Oh shit, deze koffie heeft iets te lang gestaan. Die is denk ik niet goed meer. Die zou ik weggooien. Kijk, nu ook. Maak ze weer zo'n persoon erbij. Ja, op zich kan het wel. Geef het wel een good voor het werk, voor de moeite. Maar hoort het erbij? Koude koffie. Kijk, deze heeft in ieder geval de sand omheen gedaan. Dat is wel leuk. Geef wel een good. Alsjeblieft. Hey, ik ben 13e. Ja, nou ja, ook wel ergens terecht. Kijk nou, het is zo simpel. Het is zo simpel. Je moet echt niet moeilijker denken dan nodig is. Oh, jongens, vorige keer legendary, nu gewoon helemaal beneden. Ik weet zeker dat het volgende keer wel goed zal gaan. Ik hoop dat jullie alsnog zin hebben in de volgende aflevering. Heb je er zin in? Knal even een duimpje omhoog. Of wil je mij gewoon sporten? Knal dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer video's. Het is hartstikke gratis. En zie ik jou heel graag volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.